Een staaltje piratenpolitiek. Dat is een stevig verwijt van een projectontwikkelaar in de richting van de gemeente Amstelveen. Die projectontwikkelaar is het Utrechtse Huis. En het gaat om een conflict over de voormalige Amstelveense munitiemagazijnen ten zuiden van Waardhuizen. Om precies te zijn tussen het Galjoen en de Nesselaan. In 1 Amstelveen praat ik vandaag met Joeri Bezouw, mede-eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf het Utrechtse Huis. Deze projectontwikkelaar wil graag zorgwoningen voor ouderen realiseren en heeft veel meer ideeën. Het bedrijf is al 2 jaar in overleg met de gemeente, zonder merkbaar resultaat. Er klinken harde verwijten. Onprofessioneel, machtsspelletje, zegt de projectontwikkelaar. Volgens de gemeente is de projectontwikkelaar er voorop uit snel en goed geld te verdienen. Deze advertentie stond begin maart pagina groot in de krant. Inwoners van Amstelveen, laat uw stem horen en teken de petitie. Gemeente werkt bouw van nieuwe woningen op huidig industrieterrein tegen, zo luidt de tekst. Ook al een bijzondere actie van het Utrechtse Huis. Wat is er gebeurd de afgelopen 2 jaar en vooral, wat gaat er gebeuren met dit bijzondere plekje Amstelveen? Want hoe je het ook went of keert, het is een bijzonder plekje. Het voormalige munitiecomplex tussen de Nesserlaan en het Galjoen aan de zuidkant van Waardhuizen ligt er nu wat verwaarloosd bij. Toch hebben de voormalige kruitmagazijnen een bijzondere plaats in de Amstelveense geschiedenis. De grond van het complex kwam begin jaren 30 in handen van het Rijk en in 1939 werd begonnen met de bouw. Pas na de oorlog, in 1948, werd het complex door Defensie in gebruik genomen als munitiemagazijn. Wat er lag opgeslagen, groene legerbroeken en uniforms of echte munitie, dat bleef altijd geheim. Feit is wel dat de magazijnen flinke wanden hebben en dus op een stevige explosie berekend waren. Het munitiecomplex lag toen nog heel ver weg van alle bebouwing. Kijk maar op deze kaart uit 1952. Maar dat veranderde in de jaren daarna. En in de jaren 70, toen de bouw van Waardhuizen startte, toen begon het echt te knellen. Aan de zuidkant van die wijk konden honderden geplande woningen niet worden gebouwd vanwege de denkbeeldige gevarencirkels om het complex. De eerste honderden meters omheen moesten namelijk leeg blijven. In 1980, ruim 40 jaar geleden dus, kwam het bericht dat het munitiecomplex door Defensie zou worden ontruimd. De gemeente had de plannen voor de bouw van honderden woningen al klaar liggen en ging daarmee zo snel mogelijk van start. Dit was het beeld in 1988. En wat gebeurde er met de oude kruithuizen? De gemeente kocht het complex en ging het gebruiken als opslagplaats voor het toenmalige eigen gas- en waterbedrijf en voor nog een aantal functies. En later kwam het in handen van energiebedrijf Eneco en weer later van Stedin. En nu is het complex dus eigendom van projectontwikkelaar Utrechts Huis. Ja, meneer Bezouw, u bent mede-eigenaar van Utrechts Huis. Welkom bij 1 Amstelveen. Even kort, wat doet jullie bedrijf? Wij kopen, renoveren en beleggen in vastgoed. Ja, in Utrecht? En, of, voornamelijk in Utrecht, vandaar ook de naam Utrechts Huis. Wij hebben een passie voor monumentaal vastgoed. En dat is ook waar we ons de laatste tijd in gespecialiseerd hebben. U heeft een aantal jaren geleden heeft u het complex aan de Nesselaan gekocht. 12.000 vierkante meter ongeveer? 12.000 vierkante meter, ja. Ja. Maar mag ik vragen, als ik zo brutaal mag zijn, wat heeft u ervoor betaald? Nou, dat kunt u zo navinden in het kadaster. Dat zal rond de 1,5 miljoen zijn. Ja. Ja, u heeft een conflict met de gemeente. We gaan er zo wat dieper op in wat er nou eigenlijk precies gebeurd is in de afgelopen 2 jaar. Omdat we altijd hoor en wederhoor toepassen, hebben we ook wethouder Floor Goren van Ruimtelijke Ordening uitgenodigd voor deze uitzending. Nou, die kon niet komen, want die is vandaag met vakantie. En de afgelopen weken had ze het toch te druk met de formatie. Dat was de reden waarom ze niet kwam. We hebben wel een korte interviewtje met haar opgenomen, ongeveer 5 minuten. En dat gaan we in de loop van de uitzending ook gebruiken om, om uw opvatting ook weer over te vragen. Met welke bedoeling heeft u dit complex gekocht? Wij hebben dit terrein gekocht omdat we hier potentie in zagen en vonden dat we hier wat toe konden voegen. Ja. Het is voor ons is het een emotionele aankoop geweest. Een emotionele aankoop. Doe je dat als projectontwikkelaar? Emotionele ja, wij wel. Ja? Want wij zitten natuurlijk in het liefst in monumentale panden en in het oude vastgoed. We doen ook wel duurzame nieuwbouw. Maar dit was een emotionele aankoop. We zagen dit en wij waren een van de 5 partijen die geselecteerd waren om dit te kopen. En ik was verliefd. Ja.
Ja, nou, dan stond in het, staat in het, de gemeente heeft een bestemmingsplan voor alle terreinen natuurlijk in Amstelveen. Ook voor dit terrein geldt een bepaald bestemmingsplan. En in dat bestemmingsplan staat van alles wat er wel mag, maar er staat ook iets wat er niet mag, namelijk woningen bouwen. Dat staat erin. Correct. Dan bent u al vrij vroeg toch begonnen om dat op de kaart te zetten, toch? Dat bouwen van woningen. Of niet? Wat heeft u gedaan? Kijk, als ontwikkelaar en als grondeigenaar, dan hebben wij een stukje grond en we hebben iets gekocht. Maar het gaat er niet zozeer om wat wij alleen willen. Het is een maatschappelijk iets. Want ontwikkelen doe je samen. We zijn een complementaire partij. En als wij ontwikkelen, dan kijken we naar de mens. We kijken naar de natuur. We kijken naar de omgeving. We kijken naar de gemeente. En waar is vraag naar? En wat wij zagen toen we het kochten, hebben we een emotionele aankoop gedaan op basis dat wij verliefd waren op het terrein. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk heel duidelijk gezien welk volume er zat in het bestemmingsplan. Ja. Want je moet een calculatie maken wat je ergens voor kan geven. En welke bouwkosten je in de toekomst mag verwachten. Nou, dus daar hebben we ook goed naar gekeken. Dus die combinatie daarvan heeft bepaald dat wij het aankochten. En op het moment dat we iets aankopen, dan gaan we naar de gemeente toe. En dan gaan we complementair ontwikkelen. Dat is onze modus. En dan zeggen we tegen de gemeente, goh, wij hebben dit trein aangekocht. Wat zouden jullie met dit trein willen? En dat u zegt dat wij over woningbouw begonnen zijn. Het is inderdaad één van de mogelijkheden is woningbouw. Maar de bestemming wonen zat er niet op. Er zat een bestemming gemengde doeleinden op. En gemengde doeleinden. Dus gemengde doeleinden. Wat is dat? Wij mogen maatschappelijk mogen daar iets doen. We mogen daar kantoren mogen we daar vestigen. We mogen daar industrie vestigen. We mogen daar dagzorg vestigen. Geen woonzorg, want daar heeft de gemeente een ander complex voor plot voor bedacht op de Jasmijnlaan. Wij mogen daar woonzorg ontwikkelen. Of wonen ontwikkelen. Of nee, sorry. Zorg ontwikkelen zonder wonen dan. Ja, ja. Dus het is een hele ruime bestemming. Ja. Je mag er ook bijzondere industrie ontwikkelen. Ja, we gaan zo eventjes even in op wat u precies allemaal gedaan heeft in de richting van de gemeente. Maar laten we even kijken wat u voor gedachten allemaal heeft geopperd. Ja. Ik ben benieuwd wat u daarvan maakt. Ja. Ja. Dit is het. Ja, dat is niet allemaal gedetailleerd uitgewerkt. Dat heeft u ook zelf gezegd tegen mij toen u deze foto's aanleverde. Maar het zijn wel ideeën de afgelopen 2 jaar zo de revue gepasseerd zijn. Nou was u eigenaar van het terrein, dan bel je als eerste de gemeente, neem ik aan. We zijn eigenaar, we hebben plannen. Hoe ging dat? We hebben direct de gemeente gebeld en gezegd dat we eigenaar zijn geworden. En dat we daar iets willen ontwikkelen. Iets wat past in de omgeving, in de gemeente. En wij waren heel benieuwd welke visie de gemeente had met dit trein. Ja. Hoe ging dat? Hoe gaan die gesprekken dan? Nou, we gaan die gesprekken. Het zijn hele bijzondere gesprekken in de gemeente Amstelveen. Wij zijn gewend als complementaire partners samen iets moois te ontwikkelen voor een stad, een dorp of een omgeving. En in Amstelveen zitten daar heel veel afstanden tussen de mensen. Heb ik een beetje het gevoel dat wij eigenlijk de heren boeren en zijn lijf eigenen. Een beetje gekke bewoording misschien. Maar het is nou niet direct dat je heel warm welkom geheten wordt in Amstelveen. Nee, koffie was er niet meteen eerder, bij. Nee, het is eerder moeilijk. En we zaten in de corona, dus het was op afstand. Heel snel hebben wij gezegd van joh, we willen samen gaan bekijken wat we gaan doen. We hebben een denkrichting. Ja. En de eerste gesprekken die waren eigenlijk heel duidelijk van ho, stop. We gaan hier geen tijd aan besteden. Wethouder wil hier niet mee bezig zijn. Wij willen alleen maar dat u doet wat er in het bestemmingsplan staat. Dat is wat u mag doen. Iets buiten het bestemmingsplan gaan wij niet aan meewerken. Nee. Want daar hebben wij geen tijd voor, hebben we geen mensen voor. En wethouder wil geen vragen erover beantwoorden. Nee. Dat is wat ons meegedeeld is. En wat ga je dan doen? Wat doe je dan als projectontwikkelaar?
het is ons nog nooit gebeurd. Hè? Een dergelijke wijze is, van benaderen en behandelen is bij ons nog niet voorgekomen. Dus dan ga je heel positief, dan ga je denken van, goh, misschien is het een verkeerde ambtenaar die we getroffen hebben. Misschien zijn we bij de verkeerde personen binnengekomen, want dat kan ook. Hè? Je weet tenslotte nooit wie er mee bezig is. En ja, dan ga je eigenlijk iemand anders benaderen. Ja. En toen hebben wij rechtstreeks de wethouder benaderd. Geprobeerd. Getracht dan. Hè? En direct werden wij weer door die ambtenaar ingehaald. En die zegt van, hey, u wil weer wat? Dat moet u bij mij doen. Nou, toen hebben we wel een soort van professionele afspraak gekregen via Teams. Wij hebben Volmer & Partners ingeschakeld, stedenbouwkundig bureau. En die heeft gewoon een aantal denkwijzen geprojecteerd op papier. En daar zouden we over gaan praten. Ja. En wat wij wilden, dat was dat we samen met de gemeente gingen bepalen wat nou het meest de beste invulling was voor dit object. Ja. En de beste invulling is dus een invulling die goed is voor de gemeente, goed is voor de bewoners, goed is voor de omgeving, ook goed voor ons. Ja. Hè? Ja. Dus waarin iedereen zich kan vinden. Ja. Laten we even kijken. We hebben met wethouder Floor Goren gesproken en ja. Ik heb haar vooral gevraagd van, ja, hoe kijkt u nou terug op de afgelopen 2 jaar? Laten we even luisteren wat ze daarover zegt. Ja. De projectontwikkelaar vindt dat de gemeente de afgelopen 2 jaar niet serieus heeft gekeken naar zijn plannen. Wat vindt u van dat verwijt? Ja, de gemeente heeft meer initiatieven en meer plannen dan wij aankunnen. Er is wel ambtelijk contact in de afgelopen paar jaar geweest. Maar het had inderdaad geen prioriteit voor ons. Want we hebben een hele hoop plannen. En de ontwikkelaar moest even wachten. En dat vond hij niet leuk. En u kent de ontwikkelaar persoonlijk ook nog niet, hè? Nee, dat klopt. Nee, die ken ik niet. Als u terugkijkt op de afgelopen 2 jaar, zegt u dan, het is allemaal goed gegaan wat de gemeente betreft? Of zegt u van, nou, bepaalde dingen hadden we misschien toch anders moeten aanpakken? Ja, achteraf kan je natuurlijk altijd dingen benoemen die beter hadden gekund. Ik denk dat in het verwachtingenmanagement en het duidelijk uitspreken dat we echt op dit moment geen tijd en prioriteit voor dit project hadden, dat had wellicht beter gekund, want die verwachting bleek er toch te zijn bij deze ontwikkelaar. Het galjoen is geen onderdeel van een ruimtelijk ontwikkelperspectief, staat nergens in beleidsstukken. En om die reden had het ook geen prioriteit, omdat er best wat initiatieven zijn die wel al tot besluitvorming hebben geleid, maar ook nog wachten op capaciteit van ambtenaren. Dus we hebben het gewoon te druk. Ja, we hebben het gewoon te druk. Zo simpel is het toch? Ja, er is in heel Nederland is er een wooncrisis. Amstelveen is in de top 6 gekomen. En dan heb je het gewoon te druk. Ja, maar begrijpt u dat op een gegeven moment? Dat u zegt, ja, ik kan me voorstellen dat je niet alles tegelijk kunt doen met zo'n beperkte organisatie. Nee, sorry, ik kan hier helemaal niks mee. Nee. En dat lijkt me ook meer. En dan moet u wel even onze achtergrond weten. Het is direct aangegeven door de gemeente Amstelveen dat wij moeten doen wat in het bestemmingsplan past, omdat dat beter is voor de ambtelijke organisatie. Maar een ontwikkelaar, een complementaire ontwikkelaar, die wil natuurlijk iets maken wat beter is voor de stad, de mensen en de omgeving. En dan moeten we een oplossing vinden hoe we om kunnen gaan met de capaciteitsgebrek bij de gemeente. Wij hebben direct voorgesteld aan de gemeente van gemeente, luister, wij werken alles voor jullie uit en het enige wat je hoeft te doen is een vinkje te zetten of een streep te trekken. Wij kunnen dingen neerzetten waar geen behoefte aan is, maar er wordt al voldoende gebouwd waar geen behoefte aan is. Het is belangrijk om iets te maken waar behoefte aan is. En in dit geval was een bestemmingswijziging nodig om te maken waar behoefte aan is. En behoefte, dat is aan wonen. Dus op het moment dat je hier iets zou creëren waar wonen onderdeel van uit zou vormen, dan hoeft er trouwens niet eens bestemmingsplanwijziging, want in de gemeente Utrecht hebben we een exact eenzelfde casus gehad en daar hebben ze de wonen gewoon toegevoegd aan het bestemmingsplan. Dus het hoeft helemaal niet gewijzigd te worden. Het is alleen, hoe ga je met elkaar om? Dat begrijp ik. Hoeveel tijd? Maar even een gemene vraag. Een gemene vraag. Ja? Want dat is ook iets wat natuurlijk op het raadhuis circuleert. Hè? U heeft de grond natuurlijk niet al te duur gekocht. Op het moment dat je daar daar woningen gebouwd mogen worden, is dat natuurlijk veel lucratiever dan dat er geen woningen gebouwd mogen worden. Ja, ik vind het lachwekkend. Waarom? Kijk, wat ik u al
vanaf moment één probeer duidelijk te maken. En wat wij al 2 jaar lang, 2,5 jaar lang aan de gemeente, 3 jaar lang bijna volgens mij, aan de gemeente Amstelveen duidelijk proberen te maken, is dat wij een complementaire ontwikkelaar zijn. En als de gemeente Amstelveen alle stukken terugkijkt die er liggen, dan zie je duidelijk dat wij een bepaald volume hadden wat wij daar konden bouwen. En dat we tegen ambtenaren hebben gezegd van joh, wij kunnen volume X kunnen wij bouwen op deze locatie. Ja. Dat vinden wij niet echt passen in de omgeving. Daar hebben we ook een render van gemaakt dat dat niet past in de omgeving. Geef ons een kleiner volume, geef ons wonen, hebben wij wel een equivalent van dat bedrag. Zullen we eens even kijken? Want ja, maar even afmaken alstublieft. Ja? Hebben wij wel een equivalent van dat bedrag, maar dan kunnen we in ieder geval, hè, hebben we iets gemaakt waar zoveel behoefte aan is. Laten we eens even kijken, want u heeft op een gegeven moment kwam er op tafel een, wat er echt mogelijk was in het, op, volgens het bestemmingsplan. U heeft een schets laten maken voor een distributiecentrum. Misschien kunt u gelijk uitleggen, waarom heeft u deze schets laten maken? De ambtenaar waar wij mee van doen hadden, die had een gesprek gehad met wethouder Floor Gordon. Ja. En die kwamen terug met het feit dat ze zeiden van joh, wij hebben dat wonen nogmaals eens even besproken. Ja. Maar u moet zich houden aan het bestemmingsplan. Ja. U mag doen wat er in het bestemmingsplan staat. U moet dat volume moet u realiseren. Ja. En de wethouder hoeft geen vragen van de omgeving te beantwoorden. Hoeven geen ambtenaren bezig te zijn met een ander plan. Dus dit is wat u neer moet zetten. Ja, ja. En toen was ik flabbergasted. Ik ben teruggegaan naar onze architect op kantoor. En toen heb ik tegen Patrick gezegd. Ik zeg Patrick, maak nou jij eens de echt meest bizarre tekening. Dat is deze tekening. Dat is deze tekening. Ja, wat je midden in een natuurgebied neer zou zetten. En maak daar eens een hele gekke kleurstelling van. Maak er eens wat van. Ja. Toen is Patrick met de Jumbo XL in het geel gekomen. Ja. Ik heb zelf nog gezet. Gooi er wat rood tussendoor. Dan wordt het nog veel gekker. Ja. En toen hebben we dit bij de gemeente neergelegd. En toen hebben we tegen gezegd van. Dus dit is wat de wethouder wil. Wat u wilt, ja. Dus dit is wat u wil, hè? Ja. Realiseert u zich dat? Ja. En toen is daarbij teruggekomen en die zegt, nou kijk, dat is dus niet wat de wethouder wil. Ik zeg, maar daarom proberen wij steeds gezamenlijk uit te zoeken wat er nou wel kan. Ja, en toen heeft de gemeente een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen in het geheim. En zo'n voorbereidingsbesluit betekent dat je dan in ieder geval een jaar lang niks bijzonders kunt doen meer op dat terrein. En dat je, dat je dan in afwachting bent van een nieuw bestemmingsplan waarin dit soort zaken dus verboden wordt. Dat is wat er gebeurd is, hè? Nou, het is wel wat er gebeurd is, maar daar is een hele lange tijd overheen gegaan. Want toen heeft men ons nog een jaar met allerlei plannen aan het werk gehouden. Toen moesten we tiny houses verzinnen, toen moesten we nog een nieuw plan maken. Tot april 2021. April 2021 was de laatste bespreking die we hadden. Toen hebben we nog een nieuwe plannen gepresenteerd. In die plannen van april 2021 kunt u ook heel goed zien dat wij een veel kleiner volume wilden hebben met woningen. Maar dat was dan wel een equivalent voor het grote volume wat in het bestemmingsplan wat in 2016 gemaakt was. Stond. Toen hebben we in juli, augustus, toen was het vorig jaar, toen was het voor ons te lang. Want een ontwikkelaar die moet door, ja. Want je werkt met een hele grote som geld, moet je beschikbaar houden voor een project, omdat je moet gaan bouwen. Maar je trein moet dat wel lopen, ik, je kunt niet jaren wachten. Oké, maar even naar dat voorbereidingsbesluit toch toe, hè? Het besluit van de gemeenteraad in het geheim, om op een gegeven moment te zeggen, we gaan het een jaar lang stilleggen en dan gaan we een nieuw bestemmingsplan maken. Laten we even naar wethouder Gordon luisteren, hoe ze dat uitlegt. Ja, misschien is het goed om toe te lichten hoe bij ons de planvorming gaat. Normaal gesproken ga ik niet met ontwikkelaars om tafel. Dat gebeurt ambtelijk. En op het moment dat er dan een plan voor ligt met een ambtelijk advies, dan komt het bij mij op tafel. Dan gaat het naar het college en uiteindelijk ook naar de gemeenteraad indien nodig. In dit geval lagen er wel allerlei initiatieven die niet in het bestemmingsplan pasten, maar nog niet een concreet verhaal. En er kwam wel een plan voor een distributiecentrum, een wat ons betreft onwenselijke ontwikkeling. En dan laat de wet ons toe om daar een voorbereidingsbesluit over te nemen.
Dat gebeurt niet in een geheime vergadering. Er is ook geen geheime vergadering geweest. Het is gewoon een openbare vergadering. Maar de stukken zijn wel geheim tot het moment van besluitvorming. Om te voorkomen dat er alsnog met spoed een vergunning wordt ingediend. Nou is dat distributiecentrum, dat plan voor het distributiecentrum, daarvan zegt de projectontwikkelaar zelf, dat heb ik eigenlijk nooit gewild. Ik heb het getekend om aan te geven wat volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk is daar, maar ik heb het nooit gewild. Ja, daar zijn we wel van geschrokken, want toen die plannen voorkwamen en dat als een toch een soort donderwolk boven de markt hing, wij hebben eigenlijk nooit gezien dat dit bestemmingsplan zoveel ruimte bood voor ook onwenselijke ontwikkelingen. Toen zijn we ons gaan beraden van dit kan toch zeker niet de bedoeling zijn. Dus het had geen prioriteit, maar toen kreeg het wel prioriteit. En het voorbereidingsbesluit is niks meer en niks minder dan een onwenselijke ontwikkeling voorkomen. Het dwingt ons als gemeente ook om het plan wel hoger op de prioriteitenlijst te zetten. Dus dat staat het nu ook. Binnen een jaar moeten wij met een nieuw bestemmingsplan komen. Dus de gesprekken over wat dan wel, die vinden nu alsnog plaats. Dus in dat opzicht heeft de ontwikkelaar toch gekregen wat hij wilde. Ja, als dit de manier is van onderhandelen met elkaar, dat is piketpaaltjes slaan. En kijk, wat er nu ligt, het voorbereidingsbesluit, dat is een soort, je zet nu iemand gevangen, want wij kunnen niks. Er is ook nooit aan ons gevraagd wat de consequenties zijn, wat er gebeurt. Hè? Of onze bouwer nog aan boord is, of we onze bouwcapaciteit nog in hebben kunnen kopen. Ja. Wij zijn nu gevangen gezet en iemand anders gaat nu bepalen wat ermee gaat gebeuren. En dat wij daar onderdeel van zouden zijn. Wij willen daar onderdeel van zijn en wij zullen ons strijdbaar opstellen. Maar zoals het nu aan tafel ligt, er staat duidelijk in het voorbereidingsbesluit wat Gordon genomen heeft, dat ze of terug wil naar de natuur, nou, dat betekent dat er 0 meters komen, of dat de huidige meters er blijven zijn. Nou, en ik hoef u niet uit te leggen dat als wij metrage X hadden en wij moeten terug naar 0, dan is daar een hele grote schadepost. Ja. Laten we eens even kijken naar dat punt. Hè? Want u heeft het een klein beetje, is mijn indruk, heeft het een beetje gehad met de manier waarop de gemeente Amstelveen het doet. Hè? Is dat een juiste conclusie? Ik denk dat een ieder het gehad zou hebben op het moment dat hij zo behandeld wordt. Ik hoef niet uit te leggen, als je mij gevangen gaat zetten, mijn boeien omdoet en dan met me wil praten. Ja, waarvoor moet ik dan met je praten? Ik wil met je praten als vrij man. En ik hoef niet met je te praten als dat ik gevangen in een boeien geslagen. Ja, gevangenschap is de consequentie van het nu van genomen. Van wat er nu, het besluit wat genomen is, dat ketent ons natuurlijk. Dus wij kunnen nu niks. Dus, daar word je ook niet vrolijker van. Zij keten ons vast en dan willen ze met ons gaan praten. Ja, dat is een beetje een bijzondere situatie. Als ik dan even hoor dat Gordon zegt, wij praten normaal niet met de ontwikkelaars. Joh, wat denk je dat er in grote steden gebeurt? We hebben het hier over een stad met 92.000 inwoners. Als wij in steden praten met 700.000 inwoners of 300.000 inwoners, dan proberen we gezamenlijk en met die wethouders erbij. En iedereen zit aan tafel, proberen we een plan te maken, hoe groot of hoe klein het ook is. Ja. Ik sta een beetje te kijken van de hotel houding hier. Ja, u heeft het over planschade. U zegt van, wij hebben dat stuk grond gekocht op basis van een bepaalde verwachting. Dit is het bestemmingsplan, dat is mogelijk. Dat bestemmingsplan wordt nu aangepast en bovendien worden wij een jaar lang eigenlijk volledig stilgelegd. Wat voor bedragen moet je denken als je het hebt over planschade? Ja, het is, dat is het voordeel van ontwikkelen. Het is allemaal niet heel moeilijk te berekenen. Hè? En het distributiecentrum wat u nu net zag, stel dat je dat zou willen bouwen, dan zit daar een bepaalde huursom in per jaar. Nou, en dat is bedrag X wat je dan zou kunnen krijgen als je dat zou verkopen. Dan is het bedrag Y wat je... Wat het bedrag denkt. Ik hoor iets van 20 miljoen. Klopt dat? Wij hebben zelf een planschadebegroting gemaakt van die richting de 20 miljoen zou gaan. Zullen we even kijken wat Goren daarvan zegt? Ik heb het ook gevraagd. Ja, dat is, daar ben ik niet van onder de indruk. Want als de ontwikkelaar binnen het huidige bestemmingsplan iets mogelijk wilde maken, dan kon dat. We hebben het nu bevroren. We gaan een nieuw bestemmingsplan maken. En er is altijd pas sprake van planschade als je een bestemming wijzigt. En dat heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkelaar. En daar is hier totaal geen sprake van. Met andere woorden, straks is nog hetzelfde mogelijk als wat er toen mogelijk was. Dat wilt u juist tegengaan.
Nee, we willen straks een andere bestemming eraan geven. Maar dat is toch planschade die je dan leidt? Nou, ik denk dat deze ontwikkelaar dit heeft gekocht. Met de bedoeling om ook heel veel geld eraan te verdienen. En ik denk dat dat plan nog steeds staat. En dat er zeker geen sprake is van planschade. Ik probeer dit enigszins te begrijpen. Hè, maar feit is dat wij iets gekocht hadden. Wat in 2016 een bestemmingsplan is vastgesteld. Waarin een aantal meters neergelegd zijn die wij zouden kunnen bouwen. Andere feit is dat Gordon zegt dat wij of teruggaan naar nul of dat wij teruggaan naar de huidige bebouwing. Dat zal zo rond de 1500 meter blijven. Dus die twee die kun je van elkaar aftrekken, dan hou je een aantal meters over. En zij heeft al gezegd wat ze gaat doen. Ja. Ja, en dat moet ze nog doen. Hè. En inderdaad is er pas, kunnen wij pas planschade claimen. Op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Ja. Alleen, zij heeft wel door laten schemeren wat het nieuwe bestemmingsplan dan zou inhouden. Ja, ja. Dus het lijkt me toch heel makkelijk om die planschade vast te stellen. Ja. En dat wij snel rijk willen worden. Ik ben gezond, ik heb een fijn gezin, ik ben super gelukkig, behalve Amstelveen dan natuurlijk. Maar ik weet niet waar dat op gebaseerd. Dat zijn allemaal weer aannames en veronderstellingen. En dat is zo jammer. Want als we dat nou wilden doen, dan hadden we hier iets heel anders gedaan. Als wij snel rijk wilden worden. Dan had u die Jumbo wel gebouwd. Ja, dan had ik niet die Jumbo gebouwd. Maar dan hadden wij. Kijk, er zijn heel veel dingen die jij hier wel kan doen. Hè, en daar kun je snel rijk van worden. Wij hadden serieus het gevoel dat wij iets toe konden voegen. Zoals we altijd al gedaan hebben. En er zou niemand die zou mij kunnen. Niemand kan mij verwijten dat ik snel rijk wil worden. Oké, laten we even kijken naar de toekomst. Wordt dit een gevecht nu? Wordt het een gevecht om planschadevergoeding? Of hoe kijkt u naar die toekomst? De toekomst. Hè, wij vinden dat in een dergelijke tijd als waarin we nu leven, dat dit soort dingen niet mogelijk moeten zijn. Je kunt niet zeggen, er is een wooncrisis, maar we hebben geen capaciteit, we hebben geen tijd. En dan komt er nu een heel mooi excuus. En dat excuus dat is eigenlijk pas naar voren gekomen toen het besluit al genomen is. Dat het niet in het ruimtelijk ontwikkelperspectief van de gemeente past. En dat perspectief dat zou dan gaan in een scope van 20 jaar. Nou, in mijn ogen is dat een soort Stalinistische planeconomie die we dan hebben. Dat we over in een periode van 20 jaar gaan bekijken waar we wat gaan bouwen. Terwijl bouwen heel dynamisch is. En ik heb vernomen dat er heel veel projecten zijn in Amstelveen die geen doorgang kunnen vinden. Dat er ook grotere projecten geen doorgang kunnen vinden. Kijk dan naar de projecten die wel doorgang kunnen vinden. Ik vind dit een hele bijzondere situatie. Wij staan nog steeds, en dat hebben we laten zien, open om hier iets moois van te doen. Ja. We hebben alles geprobeerd en wij zijn eigenlijk, hebben wij gezegd, van joh, wij gaan de bewoners van Amstelveen, die gaan we mobiliseren en die zouden we zo graag nu achter dit plan willen hebben. Ja, want er is zoveel vraag. U heeft in het Amstelveens Nieuwsblad die petitie, de oproep tot de petitieondertekening geplaatst. Daar zijn reacties op gekomen. Ja. Hoeveel? Wij hebben de petitie, die is 380 keer even uit mijn hoofd getekend. Er zijn heel veel reacties op onze website gekomen. Er staat op onze website staat er ook nog een invulling van wilt u hier wonen hebben, wilt u hier kantoren hebben. Hè? Daar hebben we ook nog een vraagbaak neergezet. Zullen we eens even tenslotte nog de laatste opmerking, wethouder Goren, even over de toekomst aan het woord laten? De ontwikkelaar heeft gezegd, we zouden wel een soort van woonzorgcentrum voor ouderen willen realiseren. Het CDA heeft daar ook van gezegd, nou, vinden we wel een goed idee eigenlijk. Wat is uw opvatting? Nou, ik heb op dit moment nog geen enkel plan gezien. Ik weet dat er ambtelijk wel goede gesprekken plaatsvinden en dat wacht ik rustig af. Als ik kijk naar Amstelveen en naar het feit dat we toch veel woningen al toevoegen op allerlei plekken, dan zie ik wel dat de zorgbestemmingen, de maatschappelijke bestemmingen, ook werkfuncties onder druk komen te staan. Dus ik wil wel uitdrukkelijk en ook gezien deze locatie, een hele bijzondere locatie, zo aan de rand van de Bovenkerkerpolder met een hoop historie, denk ik dat we in ieder geval een bestemming moeten geven die recht doet aan deze locatie. En dat is niet woningbouw?
Nou, dat sluit ik niet uit, maar dat ligt niet direct voor de hand wat mij betreft. Ik denk dat een aantal maatschappelijke functies, zorg, dagbesteding, eerder voor de hand liggen. Maar wat mij betreft gaan we daar het gesprek over aan en dat vindt nu ambtelijk plaats. Nee, maar ik begrijp er daadwerkelijk niks van. Dat betekent dus dat al die plannen die wij afgelopen 2 jaar gepresenteerd hebben... Dat die er niet meer zijn of zo? Dat we die voor de delete box van gepresenteerd hebben of zo. Ik zit me dat nu af te vragen, want wij hebben juist zorg wonen. Overal hebben we plannen voor gemaakt. Maar dat was niet de bedoeling. En dagbesteding, dat hadden we al. Dus ja, dat is niet iets nieuws. U heeft hier ook over dit onderwerp heeft u ook contact gehad met de politieke fracties in de gemeenteraad. Hè? Heeft dat nog iets opgeleverd? CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp, maar verder heeft het iets opgeleverd. Wij zijn eigenlijk nog steeds in afwachting wat die fracties nu gaan doen. Ja. Wij horen dat die fracties op heel veel gebied rondom wonen heel veel praten wat er allemaal moet gaan gebeuren. Maar wij zouden het nu zo fijn vinden dat die fracties eens kijken wat hier kan gebeuren. Maar doe wat. Wat er nu gedaan wordt, dat is dat er gekeken wordt. Het is een beetje, er wordt gekeken, er wordt over gepraat en men gaat weer verder. En ik heb zelfs één uitspraak gehoord die zegt van ja, het besluit is toch al genomen. Ja, op het moment dat we zo in de politiek gaan staan, volgens mij, als je in de politiek gaat, dan wil je wat voor elkaar krijgen, voor jouw gemeente, voor je stad. En dan ga je daarin met motieven om iets te betekenen voor deze maatschappij. Ja. En het heeft er een beetje van weg dat het lijkt mij een beetje dat de politiek hierin zit. Ja, is het voor de bezoldiging of is het voor het sociale uitstapje? Ik mis gewoon de power. Laten we gewoon kijken wat er de komende maanden gebeurt. Ja. En wellicht dat we dan opnieuw eens een keer met elkaar kunnen spreken. Ik ben ook heel benieuwd. Fijn dat u er was. Dames en heren, dit was 1 Amstelveen voor deze maand. Volgende maand opnieuw een aflevering. Dan met mijn collega Matthijs Groenewoud. Dus blijf kijken naar RTVA.